Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dag 5 en we gaan vandaag trainen Ko-Soto-Kari. Ko-Soto-Kari kan jij wel. Ko-Soto-Kari is, Soto is buitenkant en die gaan we techniek trainen. Nou, we zijn vandaag weer met z'n allen aanwezig. Nogmaals, ik ben meester Maarten, Ram, Lilo en we hebben Stitch. Maar Ram, ik heb een vraag. Stitch zegt tegen mij dat hij die stang heeft meegenomen. Waarom? Dan kun je een leuk techniekje meedoen. Oké. Stitch, luister. Gisteren was je wel een beetje vervelend. Heb je daar wat op te zeggen? I want to break free. Nou, we hebben van de week, en als je goed getraind hebt bij ons, heb je Tai Otoshi gedaan. Je kan Ko-Soto-Kari gebruiken als antwoord op Tai Otoshi. Nou, dan zet maar in. Tai Otoshi, je stapt er overheen, je draait je voet en je lichaam. En hier vandaan haak je met je been het been weg. Ik kan hetzelfde aan de andere kant doen. Hij staat ernaast, ik stap er overheen, ik draai en ik haak het been weg. Eroverheen stappen, draaien, haken. Nou, als je niks voor handen hebt en je moet het op een gegeven moment doen met een attribuut om te helpen, dan zou ik in dit geval de stofzuigerstang pakken. Wat je doet, die zet je ervoor en dan kan je de techniek maken. Ga je gang. Go. Je kan het ook als testje doen op snelheid met rennen. 3, 2, 1, go! Nou, succes weer met deze oefening. Tip voor morgen. Ga de techniekjes van de afgelopen dagen nog een keertje trainen en doornemen. Want morgen, beloof ik je, gaan we de techniekjes in een hele grote test doen.